vandaag dus opnieuw een toekomstboom planten. Ik zou zeggen, ik ben al wel blij om jullie te zien, maar het is al een derde keer dat het echt super slecht weer is om boom te planten. Dus ik wou dat dat een keer in de zomer gebeurde. Maar bon, kan niet anders. Straks gaat Dirk, en dat is iemand van de bomenwerkgroep, iets zeggen. Daarna Schepen de Bruiker, Schepen Matteo en onze burgemeester. Dan gaan we de boom planten en op het einde gaat Daniel, onze boomdichter, nog een gedicht opdragen aan deze boom. Dank u wel. Samen met het stadsbestuur, met de groenbeesten aanplanten. Ik wil in eerste instantie iedereen bedanken, de mensen van de boomwerkgroep die het werk gedaan hebben om de gegevens te verzamelen, te controleren en dergelijke meer. De groenbeesten om uiteindelijk het werk te doen en uiteindelijk ook het stadsbestuur die mee het initiatief ondersteunt en het initiatief geleerd. We zijn daar heel blij mee. We hebben die oproep drie keer gedaan. We hebben ongeveer, denk ik, een grote schatting, ongeveer 250 plekken die we kunnen planten. Daar zijn er al een groot stuk van aangeplant. Maar er zijn nog een aantal moeilijkere plekken die in de komende jaren ook nog van een boom moeten voorzien worden. Daarom zijn we op het idee gekomen van, volgend jaar gaan we één oproep doen, op twee redenen. We zouden graag hebben dat eerst die lijst vervolledigd wordt. Hè? Want we krijgen dikwijls van mensen de reactie, waarvan we gezegd van dat is een ideale plek en die staat er nog niet. Dus we willen mensen ook niet aan het hoofd. Hè, dus dat is een van de redenen. De tweede, we willen ook. Maar wij ook niet. Begrijp dat. Dus wij zijn dus op dezelfde golflijn, dat is al iets. De tweede punt. Dat noemen we een draadpleit. Het tweede punt is. Dat we, het zijn toekomstbomen en we willen ook hebben dat die goed verzorgd worden en dat die een beetje in het oog gehouden worden. We hebben afgesproken met onze werkgroep dat we van het jaar ook een tour gaan doen als al die bomen gaan kijken. Zien er die goed uit, dat zijn er misschien problemen. Zodat we dat ook kunnen communiceren met de groendienst of met het stadsbestuur van zeggen van kijk, daar is er misschien wel een probleem, we kunnen dat oplossen. Dat wil dus zeggen dat we voor de rest van het jaar stil gaan zitten. We hebben een nieuw initiatief lopende. We zijn bezig met microbossen, kleine bosjes aanplanten van een paar honderd vierkante meter in het stadscentrum. Bosjes die op korte termijn een grote biodiversiteit krijgen. Je kent misschien het principe van de tiny forest, wij noemen ze Gentse Broes, dus om toch wel een eigen naam te geven. We hebben een eerste aangeplant op Don Bosco, de Schoon en de Zwijnaar. Op de Roesbergpark komt het tweede, dat is ook in samenwerking met het stadsbestuur. Maar we hebben ook een lijst gemaakt van ongeveer een dertigtal plekken in Gent, die niet allemaal eigendom zijn van een openbaar bestuur van de stad of een Vlaamse gemeenschap. Maar die ook eigendom zijn van zorginstellingen, scholen en dergelijke meer. Wij zijn ook aan die plekken aan het afdoen, van die wat spreekt, om te kijken of daar een klein bosje kan aanplanten. Als we erin slagen om die 30 plekken vol te planten, planten we in het stedelijk centrum direct daar bos. Dat is toch wel een soort van vrij uniek zijn. Waar we ook aan denken, en komend jaar zijn de verkiezingen. En een van onze zaken, we zijn nu bezig met die toekomstboom en die microbosjes. Dat zijn puntsgewijze plekken die we willen verbeteren. Maar als we binnen 20, 30 jaar denken, zouden we toch al grotere stappen moeten kunnen vooruitzetten. En dan willen we het principe van de 30-300 regel naar voren brengen. De regel van dat iedereen drie bomen uit zijn woning zou moeten zien. Dat er 30% van de oppervlakte met boomkruinen zou moeten bedekt zijn. En dat iedereen binnen 300 meter een park zou moeten krijgen. Dat is zo'n beetje het concept. We hebben dat zelf niet uitgevonden, dat is van een Nederlander.
die stelt van kijk, als je dat toepast, maakt je stad klimaatbestendig en maakt dat ook gezond. Dat is ook goed voor de gezondheid van de mensen. Er is niets dat zomaar vandaag op worden kunt doen, dat is een lange termijn proces. En er is niet zomaar iets dat uit de lucht valt. Veel Nederlandse steden, Franse steden zijn dan al mee bezig met dat concept. En ook onze minister, minister Krevits, heeft dat concept in haar gezondheidsplan opgenomen. Dus de komende jaren willen we dat toch wel mee bezig zijn en proberen. Het is een idee voor de verkiezing, voor het beleid. Maar als we dat concept zouden willen realiseren, zal ook de mindset of de denkwijze hoe we met onze stad moeten omgaan toch wel een beetje moeten veranderen. Of toch wel een, zullen we dat een beetje moeten herinvalideren. En er zijn een aantal regels in onze, stadsreglement of gelijk onze Vlaamse reglement die ook zullen moeten aangepast worden. Wij zijn ook dus voor het aanpassen van een aantal regels. Dus een van die regels is bijvoorbeeld dat er gesteld wordt bij aanleg van nieuwe straten dat er geen nieuwe boom kan geplant worden minder dan 3 meter van een gevel. We stellen voor om dat toch wel een beetje te nuanceren naar boomgrootte en dergelijke meer. He, dat zijn zo zaken die we toch wel zouden willen zien veranderen in de regelgeving. Misschien is het een idee om een keer alle regels te screenen of te kijken van als we nu dat concept van 30-300 willen toepassen, wat belemmert dat? Welke regels belemmert dat? Omdat ik een goed idee heb. En de laatste vraag die ik heb van die 30-300 regel, die zou vandaag al een keer moeten getoetst worden aan lopende projecten. Zodat we dan weten de projecten die we vandaag opzetten. Kunnen we die eventueel bijsturen en hoe kunnen we bij nieuw project met die nieuwe regeling omgaan? Dat zijn toch wel een aantal belangrijke ideeën naar de toekomst, dan we het dus ook als Milieufonds willen inzetten. Dit gezegd zijnde wil ik jullie nogmaals bedanken voor de 3 bomen die we vandaag hebben. Dank u wel, Dirk. De draad waren duidelijk niet kwijt. Dat is zeer goed. Mooie ideeën. Mijn beurt appreciatie. Ik denk dat ook wel uniek is in de stad. Zo'n samenwerking tussen het stadsbestuur en het GMF. Ja. Ik denk dat in geen enkele andere stad zo'n fantastische samenwerking hebt. En wij zijn jullie daar vooral heel dankbaar voor jullie constructief engagement. Toekomstbomen, voor wie dat nog niet zou weten, dat zijn bomen die minstens 100 jaar gaan meegaan. Dus verschillende generaties Gentenaars gaan daar kunnen van genieten. Onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dus ik denk ondanks het weer toch een bijzonder mooi moment die we hier samen mogen meemaken. Dus ik zou zeggen, kom dat zien, kom daarvan genieten. En inderdaad, doe ook op uw eigen manier als burger mee om extra bomen aan te planten. Het is goed voor alles en voor iedereen en zeker voor onze gezamenlijke gezondheid. Mevrouw de Schepen van Boom. Voilà. Merci meneer de burgemeester, merci Nico voor jouw woordje. En goed handig gebruik gemaakt van deze gelegenheid om toch een aantal dingen stevig aan ons mee te geven. Merci daarvoor. Ook ja, van mijn kant echt vooral een heel grote merci voor deze mooie samenwerking. Ik vind het is zo typisch Gent ook om een sterk middenveld te hebben dat een hele duidelijke visie heeft van waar ze naartoe willen, maar het niet alleen bij die visie houdt, maar dat vervolgens ook echt in de praktijk probeert te brengen door mensen met elkaar te laten samenwerken. En dat gaat van de individuele burgers die ja, op de oproep van het GMF zijn ingegaan en massaal al meer dan 300 locaties hebben doorgegeven waarvan zij zeggen wij denken dat hier een toekomstboom een plek kan krijgen. Die individuele burgers, maar ook onze groendienst. En ze zijn hier massaal vertegenwoordigd, dat vind ik echt de max. En dat is ook terecht, want het is ook hun werk. Het is ook als resultaat van hun werk dat er nu overal in de stad al zoveel van die toekomstbomen zijn aangeplant. We hebben inderdaad het volledige lijstje nog niet kunnen afwerken, maar we hebben maar liefst al 200 toekomstbomen kunnen aanplanten op 40 verschillende locaties in onze stad. En we zijn niet van plan om deze boom de laatste te laten zijn. We zijn van plan om stevig op dat elan verder te gaan en om ervoor te zorgen dat er dus nog veel toekomstbomen bij komen in deze stad.
Het is ook niet de eerste keer dat we samen een toekomstboom aanplanten. En ik wil eigenlijk afsluiten met dezelfde quote die ik de vorige keer gedeeld heb met een kleiner groepje. Want iedere keer dat we een toekomstboom aanplanten, wordt de delegatie van het college en ook het publiek en de pers veel groter. Dus dat is zeer mooi. De volgende keer staat de BBC er ook bij. En het is uit een serie van de BBC dat ik een quote wil geven uit de prachtige serie Afterlife. Daarin zegt men op een bepaald moment: je bent aan geluk aan het werken als oude mensen bomen planten waarvan ze weten dat ze nooit zelf in de schaduw van de takken zullen zitten. En ik denk dat dat is wat wij hier allemaal samen aan het doen zijn. Zorg dragen, niet alleen voor onze eigen generaties, maar ook voor alle generaties die daarna ook komen. Dikke merci aan jullie. Mijn beurt, dank aan de mensen van het Milieufonds. Het is schitterend hoe zij ons inspireren. De 330-300 regel is een regel die wij willen ter harte nemen. Ik vind dat we daar heel veel inspanning moeten voor doen. Ook de 3 meter regel moeten we eens goed over nadenken of die moeten we verder hanteren. Maar in ieder geval, jullie blijven ons inspireren. En met deze toekomstbomen die hier nu geplant worden, kunnen we eigenlijk weer zeggen van dit is weer een mooie stap, dit is weer een mooi moment. Deze bomen kunnen uitroeien tot echte monumenten, tot bomen die deze stad mee bepalen, die het uitzicht van deze stad mee bepalen. En we willen toch allemaal streven naar een klimaatrobuuste, duurzame stad die erop gericht is dat onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen zich hier in deze stad goed voelen. We kijken heel sterk naar die bomen nu, maar er is natuurlijk nog een ander aspect, namelijk ontharding. Want om bomen te kunnen planten moet je ontharden. Misschien aangeven dat we bij de heraanleg van straten en pleinen, dat we daar speciale inspanningen voor doen. We hebben in het seizoen 2022-2023, september tot september, hebben we niet minder dan 35.000 vierkante meter onthard op het openbaar domein. 35.000 vierkante meter. Dat is meer dan 5 voetbalvelden. Dat is dus echt wel wezenlijk en we moeten daarop verder gaan. Want inderdaad, die 330-300, dat kunnen we alleen maar doen als we ook echt serieus gaan ontharden. We hebben voor ieder heraanleg van iedere straat die we doen, is ons streefdoel om 15% te ontharden. We slagen daarin. In alle ontwerpen die we goedgekeurd hebben in het college in 2024, zijn we gekomen tot 23% ontharding. Iedere keer opnieuw. En dus in die zin, het is goed dat de Gentse Milieufront ons vooruit stuurt. Ik denk dat de Groendienst en de Wegendienst daar ook heel blij mee zijn dat ze dat doen. Maar we hebben de boodschap begrepen en we gaan erop verder gaan. Ik ben heel blij met deze toekomstbomen. Laat ons verder zo samenwerken, want zo kunnen we onze stad nog veel duurzamer, nog veel klimaatrobuuster maken, nog veel beter voor iedereen die hier woont en hier werkt. Dank u wel. En dan hebben we nu planten. Maak je botten een kruis maar mee. Ja. Daar ga je nog over verder. Je ogen vuurstof vinden. Beklimt de zon. De dirigent van de lente, het podium van drommen, alle knoppen, ontergroenst, onterhoogst, ontersnelst naar de stem van het licht. Kijk dan, ruik hoe de toekomstige schaduw hier wordt uitgebroed en opgevoed. Proef, luister hoe in het lommer, geruis en gechilp nestelend en ontluiken. Klim in het verhaal van de bomen, voel hoe ze nooit zand in je ogen strooien. Dank u wel.